Hallo kijkers en welkom op een Euro Truck Simulator 2 gameplay. Deze keer is er geen livestream hier aan gekoppeld, dus maar ik heb wel een online opdracht accepteren en daar ga ik nog even rijden. Ja, het is gewoon omhoog van dat ik even niet meer kan slapen. Ik ga ook even een klein beetje mijn verwarming wat dichterbij zetten. Voilà, dat is een kleine verwarmingskip waar ik hier nu heb staan, voor toch wel wat warmte te hebben. Eens even kijken. Arbeidsmarkt. Zal dat zijn? Jawel. Oké, we gaan weer een hele lange opdracht doen. Eerst van Frankrijk naar Duitsland. Voilà. Dan passeren we ook een klein stukje in België en in Luxemburg. Oké, ik zal zeggen. Opdracht starten. Dan kan er nog eens 25.000 euro wat geld erbij komen. Waar ik alleen op let is niet op de snelhedenlimiet, maar wel zoals de rode lichten niet voorbij steken en al. Dus daar hou ik mij ook een klein beetje aan. Wat gaan we dus vervoeren? Erwitten blijkbaar. Oké dan. We gaan ook wel genieten ook wel, van een hele leuke uitzicht. Dus we gaan nu naar de stelplaats waar wij het moeten gaan ophalen. Dat is 74 kilometer van hier. Wat ik ook zoiets nog kan doen, dat is eerst slapen gaan. En dan komen we zelfs nog de pitstop tegen, waar we even kunnen gaan slapen. En hier kunnen we trekken eigenlijk gaan eerst nog gaan slapen. Oh, die ligt hier zo. En daar kan ik niet naartoe. Dus even kijken waar we op de landkaart. Dus even kijken. Gaan we nog ergens ook een rustpunt tegenkomen? Ja, hier. Oké. Dat moet lukken, 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 dat moet lukken. Dat moet lukken. Dat is wel lekker warm, zo'n verwarmingske langs mij. Moet je het wel niet de ganze tijd aanstaan.
Toch een 6 keer rijden hoor. Het is wel zalig als je even niet kunt slapen. Dus zo eens even zo op de baan begeven. Waarom niet? Zowel in het game, hè. Niet in het echt. Ik heb je gezegd, ik kom me niet aan de limieten van de snelheid. Het is niet meer zo ver waar we ook dan even een dutje kunnen doen. Eerst een dutch doen. Voilà, ça. Even dus een dutje doen, je neemt wat rust, oké. En nu gaan we onze dingen halen. Ik had de verkeerde knop ingedrukt, sorry. Nu nog mijn truck vinden. Die ligt hier zeker achterin. Ja, had ik niet verwacht. Dat zal ook wel in één keer lukken.
Oké, nu 945 kilometer rijden voor deze opdracht voor 25.000 euro's. We zijn vertrokken. Parijs. Oké. Ah ja, ik ging ook even een muziekje opzetten, hè, mensen. Jawel, even geduld. Voilà. Als er een geknipt wordt in deze video, dat betekent dat er wat copyright music tussen zit. Dus mijn excuses dan ervoor. Voilà, we zijn vertrokken. Ton zijn we nu aan het vervoeren. Het is nacht. Een nachtrit bezig. Zalig. We zitten op de E15, dames en heren, is op de E15. Dus bergop, we gaan richting Lyon. Denk ik. Nog 12 uur rijden, eigenlijk 13 uur rijden. 12 uur en 56 minuten exact. Niet hier op deze stream natuurlijk. Deze stream kan, bedoel, deze opname kan een uurtje duren. Ben ik wel blij om. We gaan richting... Wat ik wel ga doen, dat is even de muziek iets stiller zetten. Zo op 11%. Dat is meer dan genoeg, vind ik. Voilà. We zijn nu richting Parijs gaan we rijden. Richting Parijs. Oei, hier is tol dat we gaan moeten betalen. Oké. Dat is punt A nu waar we zitten. Ik zit er heel chill bij. Nu moet ik betalen. Wacht tot het groen is. Ja.
En hier terug wat snelheid maken. Het wordt dag. Oh, het is al 5:30 's morgens. Goedemorgen allemaal. Oei, daar staat eentje met pech. Ik moet niet van rijvak veranderen, sorry. Ik moet toch zelfs eens een keer gaan tanken, denk ik. Dat is nog een hele rit, hè. Oh yeah. Ik zou zeggen ook geniet van de muziek op de achtergrond. Die is hier zo aan het remmen. Helemaal, dit is een bochtje. Ik heb ook even moeten afremmen. En hier gaan we weer al op in de neuvel. Wel leuk hoor, zo opdrachtjes doen met de camion. Hier staat de politie weer al. Hoi politie. Van me af wanneer we eigenlijk terug tol moeten gaan betalen. We zitten hier om een klaverblad. Met veel wegomwezingen. Met zijn we goed waarschijnlijk aan het rijden richting met. Hoeveel ongevallen dat ik ga krijgen, ik weet het niet. Momenteel nog altijd geen teller staat op 0. Even wat afremmen. Mooi zonnetje zo op de voorgrond. Ik kan je wel één ding zeggen, chapeau voor de chauffeurs die dat dagelijks moeten doen. Maar ja, die komen wel mooie gebieden tegen in hun leven. Maar ik denk dat het toch ook wel zwaar is. Als er een trucker aan het kijken is naar deze gameplay, kun je altijd in de reacties even achterlaten hoe dat eigenlijk is.
Ik wil dus ook wel eens bijvoorbeeld eens een 48 uur rit of zo eens meemaken met een camionchauffeur. Voor te kijken hoe dat ook allemaal is en dat ook in een vlog steken. Dat kan ook wel eens leuk zijn. Iets wat je nu aan het spelen bent, dan naar real life brengen. Kan toch leuk zijn? Zijn maar ideeën, hè, mensen, zijn maar ideeën. Ik ben hier weer een nieuw gebied aan het tegenkomen, zie ik op de map. Ik denk waar we ook gaan rusten. Dus we gaan nog één rustmoment moeten inlassen, zie ik. Daar gaan we ook tanken. Even kijken hoe ver dat we nog moeten doen. Dit was jongen een stuk nog. Hell yeah. Dit is wat ik allemaal al heb bezocht. Ja, leuk. Leuk, 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 leuk. Ik kom nog een en ander tegen. Dus dat is goed. Dun, 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 dun. Hoe ziet mijn camion er eigenlijk uit? Red Dopes of zoiets. 5. Oh. De rijstrook blijven. Moet hier niet af. Nee. We gaan blijven rechtdoor. En we komen ook zelfs een karavan tegen. Een toerist. Die op vakantie is misschien. Wel leuk. Zo met een camper rondtrekken. Kan ook heel leuk zijn. Met een mobiloon. Veel leuker. Maar als je dat niet kunt betalen, is altijd een caravan altijd nog ook nog altijd iets heel leuks. Misschien dat je daar wel gaat doen, zoiets om mee te nemen naar landparties. Een caravan. Dan kan je daar eens blijven slapen, hè? Ja, ja, en dan kunnen ze mij op een geweldige manier wakker maken. Ja, 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 ja. Ja. Nee, dank u. Ideeën opgeborgen. Het is wel een hele leuke rit. Komt meer gestegen en al. Oh. Ik ga wel nu voorbij steken. De camper. Heb ik eens geklaxoneerd op de camper? Moet kunnen. Voilà, en nu het andere volk terug laten passeren. Het is al 8 uur 's morgens. Ik denk dat ik de rit ga doorrijden tot 12 uur. En dan ga ik ergens een rustmoment opzoeken. Dus nog 4 uurtjes rijden. Goeie beat op de achtergrond. Ik ken het liedje nog niet hoor. Het is allemaal vroeger weer copyright music.
Dankjewel voor die channel dat daar ook bestaat op YouTube. Dat we daar gebruik mogen van maken. Ik denk dat we zelfs in een regenbui tegenkomen. Dan moet ik mijn beker opzetten. Oké. Oh, dat gaat net niet. Rijd door. Ah, godverdomme. Nu heb ik snel het verloren en nu zijn ze. Ribbidibi! Salukes! Ah. Dan kan ik weer al. Zien vooruit te geraken. Er zijn al twee auto's al voor mij ingekropen. Maar we zijn wel bergop aan het gaan, merk ik. Omdat het niet zo rap gaat. Plus ik heb wel een paar tonnetjes bij hem. 18 ton. 18 ton aan airwitten. Amai, 96 km per uur. Het zit nog altijd op de tolweg. Toch voor de laatste 500 of iets meer kilometers, dus waar nu de tol is, ga ik ook slapen. En dan bij de eerstvolgende tankstation waar ik tegen ga komen, ga ik ook tanken. Na de tol. Ik ga hier nog tussenin moffelen. Nog een paar vrachtwagens zien voorbij te steken. Alle autoken. Vertrek. Dus nu, waar ik nu nog dingen ga tegenkomen, een tankstation, daar ga ik. Oh. Schade 3%, what the fuck heb ik aangeraakt? Daar ga ik ook slapen en tanken. De peage was wel redelijk duur, hè? Oei, een botsing gebeurt. Kan gebeuren. Voilà, ze kunnen eindelijk voorbij steken. Tuut, ik ga niet kijken. Dat is even ouch.
Oké, we gaan terug vertrekken. Dat was pijnlijk. Een zware crash. Kan gebeuren. Oeh, hier, dat is hier nog zwaarder. Die ligt op zijn kant. Nu is wel een voordeel. Nu is wel de snelweg helemaal vrij. Door mij. Woeps. Dus als ik deze vracht heb afgeleverd, dus even kijken of er niks aan mijn vracht zit. Nee, niks in mijn inboedel. Wel aan mijn aanwagen, maar dat is wel niet zo erg. Dat is allemaal te herstellen. Als ik maar niks aan de erwitenis. Nu in Medze. En we gaan onder Meds door. Mag nu wel beginnen het circus aan te komen, een pitstop. Dat kan ik ook zelf eens drinken. We gaan naar Luxemburg nu. Voilà, we gaan richting Luxemburg nu. Hier al op deze rijstrook. Want ik ben die toch sowieso al aan voorbij aan het steken, de vrachtwagen. Dan hoop ik nog wel dat ik snel een rustplaats tegen ga komen en een tankstation. Ah, ik zie hier al iets. We gaan niet voorbij steken. Niet voorbij steken, nee. We gaan eerst tanken en dan slapen. Kan ik eens ook eens drinken. Ondertussen tijd. Hoeveel liter zal ik moeten tanken? We zitten aan 5. Amai, al 100. 200. 300. 400. En een totale prijs van 853 euro's. Ouch. En nu kijken voor de rustplaats. Voilà. Aha.
Niemand langs mij. Oké. Ik heb getankt. Ik heb geslapen. Het is zondag al 8 uur 's avonds. Hoeveel tijd heb ik nog om tot daar te geraken? We zitten nu in Luxemburg. Dames en heren, we zitten in Luxemburg. Nu gaan we s'avonds ook een suske in België rijden. En hier zijn even heel scherpe bosjes, dus ik moet hier even gaan opletten. Ook qua snelheid. Zoals we zitten in Luxemburg. Zie, dat is wat ik hier allemaal voorbij steek. Oh yeah, mooi genomen. En nu is het rood licht. Groen. Nog 400 kilometer. Het gaat goed komen. Zijn we al een stukje binnenwegen.
Maar maakt niet uit, hè. Kan ook wel eens leuk zijn. We zijn al 40 minuten bezig, damn you. En we zijn er nog niet. Wat zou jij doen met 168.000 euro's? Die was heel mooi genomen. Zie je weer op blauw lichten. Ja, dat kun je dus ook onderweg tegenkomen, ongevallen. En dat gaan we daar arriveren. Staat er niet bij. Maandag rond, ah jawel, maandag 3 uur 's nachts. Holy shit. Waar zitten we nu? België. Lekker snelheidje. Hoe kan ik er eigenlijk vanaf doen? Nog het is nu 3 uur naast dat ik ga aankomen. 2 uur 59. 58. Dit is zo snel dat dat gaat, man. Dus afruimen. Moest er toch eens een tegenligger komen. Ziet, en nu is het terug omhoog aan het gaan. Hè. En nu is het terug omlaag aan het gaan. Toch ongelooflijk. Zal ik de 230 ook nog halen? Wie weet. Die lading heb afgeleverd, ga ik nog eerst mijn vrachtwagen dus laten herstellen. En dan ga ik nog een opdracht doen, denk ik. Ja. Düsseldorf. Dat is omhoog geraken. Nog bijna aan hoor, 32. Ik had het omlaag, dat is cool.
recht in aansteken. Rechtdoor blijven rijden. Nog 270 kilometer. Het is rap gegaan hoor. Want dat is toch 3 kwartier verder in de dag hoor. Keep left. Oké. Okay. Keep left. Een schone brug waar we weer over rijden. Cool. Dus met zo'n wagen zijn we dus nu aan het rijden. Wauw, dat je daar. Ja, cool iets nieuws gevonden. Dus waar we onze eindbestemming is, daar gaan we ook onze vrachtwagen even een onderhoudje geven. Iemand zijn vracht verloren. Opslaan, zeg ik. Oh mannetjes. Ik heb wel één ding zeggen, ik word wel moer en moer. Ik wil toch nog een opdracht uitvoeren. Staat hier allemaal op. Ah, niks. Dat ik aan het rijden ben. Hola, oudeke. En met die muziek, hè, dan gaat de tijd toch nog wat sneller. Hè. Hallo, politie. Ben ik niet te hard aan het rijden, maar je rijdt ook veel te hard.
Amai man, die bouw blijft maar komen. Nee, we gaan eerst op onderhoud. Daarna ga ik bijtanken. En daarna rusten en daarna een nieuwe opdracht. Goeie beat op de achtergrond. Mooi. Weet er nog wel komen. Ik ben hier wel met één hand aan het rijden. Ik ben ook nog een airhubje aan het nemen. Keep left, dus we zitten op de goede rijstrook. Ik moet geen pinker aan doen. Dus ik heb mijn tweede hand niet nodig. Maar we zitten wel al onder de 100 kilometer, zie ik net. En dat hadden we nog niet door. Dus nu ga ik wel goed moeten luisteren naar de GPS. Het vermindert heel rap. Eén ongevalletje gehad om deze rit. Nog eentje rechtdoor. Drieënveertig nog maar. Ik heb gezegd dat ik nog één opdracht ging doen, hè. Daar hou ik me ook aan. Come on, come on.
Ja, we zijn er. Een klein 6 en nog een kleine 4 kilometer. Dan naar de reparatie. Dat ik nog te... Nee. Een uur gereden, man. Oh. Toen de deur dat we er zijn. Voilà. Wat gaan we doen? Nog eens een lange afstand er nog eens bij gooien. Tot 1500 kilometer kunnen we nu rijden. Holy shit. Oké. Ja, waarom niet? Toepassen. Eerst gewoon rijden nog. Wat, hè? Wereldkaart. En dat kan ook... mijn vrachtwagen kan ik ook blijven slapen. Die is kapot, die rode lichten. Dat was nog door Oranje. De blinker uitzetten. Vanessa, we zitten hier op onderhoud.
Ja, we zijn redelijk veel geld verloren. Maar dat kunnen we nog wel ophalen. Dat kunnen we nog wel ophalen. We gaan eens kijken op de arbeidsmarkt. Het is een hele afstand. We gaan door Tsjechië, door Slowakije, voor uiteindelijk te belanden in Hongarije. Oké, we gaan die opdracht aanvaarden. En we gaan dus blijkbaar appels vervoeren voor 40.000 euro's. Ja, we zijn redelijk wat geld verloren, dus we gaan daar eens ook snel terug wat geld bij steken. Dus nog 22 kilometer rijden. Oké. We gaan het snel ophalen. Twee keer tanken wordt, een paar keer een nachtrust. Hier zal liggen. Dit is echt waar de laatste opdracht, want dan zit ik ook na 12 uur. ...1457 kilometers. Holy shit! Oké. Okay. Here we go. Nou ja, het leuk zijn. Leuk onrondje, hè. Deze gameplay gaat redelijk lang duren. Oh my god. Oh my god. Oké. Okay. Maakt niet uit. Waar is al het verkeer eigenlijk? Ik weet het niet. Dat staat dus niet bij voor hoe laat dat er eigenlijk daar moet zijn. Niet uit. Ziet, voor mij inschieten.
Dat is een hele lange rit. Ha. Ik heb het mij onderschat. Hoeveel krijg je er dan voor? 40.000. Dat mag wel zijn. 40.000. Ha! Het is het voor alles. Echt ja. Moet er zelf een klein beetje mee lachen. Als ik het zelf niet meer aan kan, ik ga het ook jullie aangeven, dan stop ik ook op een van de volgende rustplaatsen dan. En dan ga ik daar ook het spel dan beëindigen, want je hoort ook dat ik wat spraakgebrek heb. Er is een auto uitgebrand, ai ai ai. Dat is een heel interessant. Shit man. Wil ik jou ook gaan tanken? Nee. Dat is nog niet half. Dus. Dat gaat nog. Ik ga heel blij zijn als ik onder de 1000 zit, van qua kilometers. Amai. Rechtdoor, hè. Kilometer rijdt 0 km per uur, ja. Ik was even op mijn dashboard aan het kijken. Maar als echt waar, als deze opdracht
helemaal tot het einde is gereden, dan stop ik er echt wel erbij met deze gameplay. Als ik er geraak. Want het is nu net ook 12 uur is naast gepasseerd. Ik zeg het alleen maar. Zit er weer al op een klaverblad. Want die tijdspannen moet je nu nog niet letten. Ik moet het wel nu nog binnenbrengen, want kijk hè. Passerende tijd 10 uur. Hier tussen een ooit aan het slapen, dus dan ben ik sowieso te laat met deze opdracht. Oh, maar heb ik toch weer op mijn kerststok genomen. Arr, nu moet ik die wel helemaal uitrijden. Oh, nu weet het wel een ene keer. Een vrachtwagen heel zwaar aan het branden. Dat is een kaboom. Nog iets van een 200 kilometer kan rijden met mijn navbak. Dan pas ga ik tanken. Ze biedt onder de 1000 eindelijk. Nu op de E30 richting Berlijn. Dus ik moet nu nog een heel stuk denk ik. Ah, ik zie dat. Ziet de eindpunt nog niet. Even kijken zelfs op de map. Dus nog een hele eind. Oké. Ach ja. Maakt niet uit. We hebben fun, hè. Dat is het belangrijkste wat telt. Dit hoort ook zo aan als werken.
Ik zelf begin het op dit moment ook nog moeilijk te krijgen. Ik moet nog een heel stuk rijden. Dat is ook kut. Als je dan ook nog eens reizigers bij hebt, dat is dubbel zo kut. Als je puspannen hebt, oh my god. Heel je reis valt dan ook een gedeeltelijk in het water. Oh, oh. Dat vind ik dus zo erg. Ik hoor het rek wel naar welke kant dat ik op moet. Naar die kant, oké. Okay. Weer een vrachtwagen uitgebrand, amai. Nu zit ik ongeveer op de helft van mijn tank. Kilometer rijden dus. Okay. Pam 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 pam. We blijven ongeveer op dezelfde snelheid rijden. Dat is niet waar, ik wil liever bij zeker.
Wat ga je doen? Door of tanken? We gaan nog door. We gaan door. Dag tankstation, ik kom je niet bij jou tanken. Nog 5 uurtjes voor mijn volgende rustmoment. Dan zijn we ook weer al in een redelijk wat afstand verder. Oh, ik word niet goed blij met mij. Wil onder de 1000 kilometer zitten. Al goed vooruit hoor. Ja, ik kijk ook soms zo eens naar de timer van hoe lang ben ik al aan het opnemen. Toch al een uur en 23 minuten, 24 minuten. Zo, dat staat er gelijk aan. En een livestream. Lol. Wat doe ik wel eigenlijk? De rust. Ik ben zo voorbij aan het steken nog, maar het heeft even tijd nodig. Tanken of door? Door. Ik kom het later tegen voor te tanken. Ah nee, toch niet. Ik ga luid komen. Ja, dus. Die is dus af. Ik ga deze beat ook wel voorbij steken. Joef. Voilà. Het is wel een hele gevaarlijke manoeuvre. Doe dit niet in het echt nul. Dat is nog een redelijke afstand hoor. Volgende tankstation, nachtrust plus tanken. Ik hoop dat jullie ook ondertussen tijd
heel zwaar aan het genieten zijt van de muziek. Maar het was toch eens eraan komen. We gaan weer een tunnel in. We gaan onder de bos. Staat de volgende tunnel in. Ben ik wel blij om eens dat we zo eens in de tunnels rijden. Hopelijk moet ik hier nergens af. Nee. Zie de volgende tankstation en slaapplek. Kom aan. Oh, eerst tanken. Toch ook weer bijna 1000 euro, man. Dan zitten we in de 32.000 euro. Maar mijn tank is wel vol. Ik ga ook nog eens drinken. Dus nu is één voordeel, nu is het ook vrij rustig op de baan. Rustig op de baan, Dimitri. Nope. Alright, come on. Een gas bijgeven. Nu komen we Duitsland binnen. Dacht ik. Nee, we hebben verlaten Duitsland. Shit. Ik weet niet meer waar we zitten. Dus wanneer is de volgende rustmoment? 10:49. Shit, man. Zou nog één rustmoment hebben moeten inlassen? Oké. Maar maakt niet uit. Oh, mannekes.
Waarom heb ik zo'n grote red op meegenomen? Ik weet het niet. Dan kan ik wel met deze tank in één keer wel doorrijden. Tot aan de eindbestemming. Ik hoop dat jullie deze gameplay ja, plezierig vinden en al. Laat hieronder in de reacties eens weten wat jullie van de stream vinden. Van de stream. Van de gameplay vinden. Ik begin nu ook koppen in te krijgen. Oh my god. En ik moet nog een hele rit. Oké, maakt niet uit. Blijf strijden. Alle vijf morgens. Ik heb één doorgelaten, hè. Oh my fucking god, weer al een vrachtwagen uitgebrand. Wat is dat toch vandaag in deze gameplay? Veel vrachtwagens die uitgebrand zijn. Maar doordat ik redelijk wat snelheid weer op ben verloren. Maar dat maakt niet uit. We komen er wel, we komen er wel, we komen er wel, we komen er wel. Ik weet het niet, in Praag. Praag ontdekt. Oké. We komen aan in Praag. Wauw. Wow. Dat was maar een nette. Dat was maar een nette. Stoppen. Ja, keep right and then turn right. Turn Oranje. Daar kon ik wel niet meer voor stoppen, hè, mensen. Daar kon ik echt niet meer voor stoppen. Sorry.
Kom aan. En we zijn terug vertrokken op de autosnelweg. We zitten nu op de E65.700. We hebben al een 800 kilometers gereden, hè mensen. 800, hè. Wel eens leuk zo alleen spelen. Ik ben weer al een bergje aan beklimmen. Amai. Kom er maar net, ik is. En nu weer op berg af. Oei. Waar ze weer aan het vertragen. Oh. Weer een brandende voertuig. Werden we? Ziet je? Brandende voertuig. Weer al. What the fuck? Nog 8 uur. Oké. Okay. Ja, ik let ook op mijn manneke met de bedje.
dat is echt de aller. Ja, ik heb er maar 2 opdrachten gedaan, dus deze 2e opdracht zal ook de definitieve opdracht zijn om ook, weet waar, in mijn bedje te kruipen. Dan laat ik mijn computer nog renderen, want die moet ook nog toch in elkaar gestoken worden. Die staat nu op pauze, dat ik een soepele gameplay kan hebben. De kindjes zullen altijd zeggen van, is het nog fijn? Dan moet ik tegen de kindjes teleurstellen van, ik weet het niet. Jawel, nog 615 kilometer, kindjes. Nog 615, nog 614, 613, 612. Alles komt wel goed. Hier staat weer al een wagen aan de kant. Als Eurotruck World uitkomt, die ga ik ook mee als sap bestellen. En dan ga ik proberen de DLC's ook zo goed mogelijk ook bij te houden. En daar ook dan via de donaties geld ook daar zo wat te investeren. Laat me maar zo lang mogelijk op de auto snelweg rijden. PRNO ken ik niet. De tank moet ik geen zorgen maken. Dat is nog echt mijn nachtrust. Daar staat nog 7 uur 8 minuten. 37. Als nog in de 6 uur is, ga ik. Ja, bedoel, in de 1 uur en. Dan ga ik nog wel even slapen. Kan me dat misschien ook niet helpen. Ik ben zo terug. Ik weet het, dit ga ik eigenlijk beter uitvoeren, maar jullie kunnen het niet erop. Ik ga maar eentje nemen, mensen. Ik zal even wakker blijven voor deze opdracht tot een einde te brengen.
volgens mij nu iemand ziet eten van, en die zegt smakelijk eten, dankjewel. Juist op tijd. Het gaat rond de 1 uur s'nachts zijn dat ik in mijn bed kan kruipen, lol. Come on. Als het nu nog een uur rijden is, dan ga ik pas pis op doen om gaan te slapen. Ik bedoel, in het spel voor een rustmoment in te lassen. Ik ben nog altijd straight. Met deze hele lange rit heb ik toch nog altijd geen accidentje gemaakt. We rijden precies wel dezelfde snelheid. Dat is wel niet leuk. Ik wil voorbij. Ik wil even bij. Nu maak ik een file. Eentje verder nog, kijk.
Come on. En die come on was tegen mij. Waarom? Omdat ik de moeheid ook begin te voelen. De vermoeidheid. Come on, come on. Ja, we zijn vertrokken. Naar de volgende pitstop en dan gaan we... Budapest. Dan gaan we... Een rustmoment voor mijn chauffeur al inlassen. Maar ik zelf ga door. Tot ik aan de eindbestemming ben. Moment de eigen zin te vinden. Ik zie iets. Dan moet ik je zien tussen te wringen. Binnen een kilometer, oké. Amai. Binnen een kilometer, hè. Ik ben dan een paar kilometers verder. Ja. Deze gameplay gaat langer dan 2 uur duren. Dat is nu zeker, want binnen 2 minuten kan ik niet op die eindbestemming zijn. Totaal niet. Ofwel moet er een teleporter bestaan.
50. Niet in. Oh, nog 52 kilometer, joepie. Ik ga niet klagen als ik aan de eindbestemming ben, dames en heren. Echt waar niet. Nu we niet kunnen flitsen, mohahahahaha. Voilà, we zijn al officieel over de 2 uur gameplay. Wat ik weer over jullie heb gemaakt nog tijdens de nacht. En de middernacht gaan aankomen, denk ik. Iets vroeger, pak 23 uur. Daar rond. Wel mooie windmolens, moet ik wel eerlijk toegeven. Er zijn er al veel. Moet er iemand dit getal, laat het in de comments weten. Want ik moet op de baan letten. Yes, we zitten onder de 200. En nu geen fouten meer maken dat ik geen schade of zo oplevert. En nu toe is alles goed verlopen. F9. Ziet alles is 0000. Oké. Ik heb blijkbaar een screenshot getrokken.
Holy shit, man. Ik ben nu ook mee wakker aan het houden. Kom aan, nog 155 kilometer, Dimitri. Je kunt het. Zal ik de 23 uur kunnen aantikken, mensen? Nog 2 uurtjes en 3 minuten rijden. Dat heb ik nu ook al gedaan. Come on, de 23 uur kunnen laten. Waarom kan ik niet stoppen, mensen? CP resteren, 9 uur en 39 minuten. Dat is de real time. De echte tijd, wanneer dat binnen moet zijn. Dus ja, ze koppelen tegenwoordig ook al aan de spelletjes echte tijden. Dat is wel leuk. Leuk. Strooibalen. Oh. Ik ben wel moe. Dankjewel, No Copyright Sounds channel, voor het mogelijk maken van deze muziek. En we zitten onder de 100. Yes. Amai, dat was niet getwijfeld. Ik had het niet gezien zelfs. Dus dat is die ene fractie van een seconde als je vermoeid bent, uit de rustuur kan in slaap vallen. Six. We zijn er bekend nog, mensen. Oh mannetjes, ik begin tranen te krijgen. Dat is niet goed.
Come on. Je kan het. Je kan het, Dimitri. We zijn af aan het tellen. 17. 16. 15. 14. 13. Jawel, ik zie de vlag. Oké. Ik ga niet verder aftellen nog. Mensen, vergeet deze gameplay niet te liken. Vergeet zeker aan en vast zeker hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet mijn bar te drukken. Dan blijf je jou te horen wanneer er nog eens een keer een gameplay online komt op mijn Psycho TV kanaal. En die is ook tegenwoordig wel goed actief aan het worden. Oh, 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 oh. Afremmen. De laatste 2 kilometer zijn dan gegaan. Kijk groen. Ik haat je rode lichten. Ik wil gaan slapen. De laatste kilometer. De laatste loodjes zwegen het zwaarste. Benodigde de tijd 1 uur en 9 minuten. Mensen, 1 uur en 9 minuten voor 1474 kilometer te rijden. Nergens geen accident gekregen. En dankjewel voor de 40.000 euro's. Voilà, ik ga slapen. Alsjeblieft, opslaan. Ja. En ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Ik ga nog eens iets zien. Allee, slaap wel en tot de volgende keer. Yo, 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 yo.